We zijn er weer, een nieuw seizoen Rasso's Running Channel. Vorige week heb je nog even een kleine trainingsronde kunnen zien, maar nu gaan we meedoen met de eerste Hoeve aan de Wegloop. We zijn uitgenodigd door SV Frieslands. We hebben nieuwe camera's, we hebben alles nieuw. We gaan er een heel mooi seizoen van maken en ik ga nu op zoek naar de start en naar mijn startnummer. Tot zo! Nou, we hebben de plek gevonden waar we ons startnummer op kunnen halen. Dit is in de boerderij van Camping Hoeve aan de Weg. Wij gaan eens even kijken of ons nummer erbij zit. Nou, hier kunnen we ons startnummer ophalen. Rassing. Nummer 1, nou moet je even kijken. We hebben nummer 1 weer. SV Friesland, bedankt. Oké. Kijk eens even. Nummertje 1. De eerste, de beste. De eerste Hoeve aan de Wegloop. De eerste run van het seizoen. Het kan niet beter. Wij gaan hem even bevestigen. Nou jongens, we zijn er klaar voor. We zijn nu bij de start. We gaan even onze plek innemen en we gaan een heerlijk rondje lopen. Het wordt de 4 mijl vandaag. 6,5 kilometer was het. En jullie zien ons over de start heen komen zo. Geniet ervan. Geniet van de run. En tot het eerste pitstopje maar weer.
You say you're fine, but I can see right through. You're holding your secrets for way too long. This can't keep going on. With every lie, they keep on hurting you. Getting away with everything they do. This can't keep going on. Oh, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. I'll go through fire, I'll climb the mountains for you. Tell me, 'cause I'm looking out for you. This can't keep going on, no, 'cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone in this. No, we're gonna find them, and I'm gonna fight for you. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. We're gonna find them. La 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 la. They better start hiding. We'll be running with the lions, lions. We'll be running with the lions, lions. They can't run, they can't hide. We won't stop until they're down. We'll be running with the lions, lions. 'Cause you're not alone in this. We'll do this together. No, you're not alone. Come on.
me feel like you used to back then. I'm feeling our history so close I can't touch it. I just can't stop thinking about us right back when we make it out in my room. Nobody had a clue. Sneaking out past curfew. We were only 17. Didn't say I love you. Through my veins, you know.
Nou, we zitten nu ongeveer op de helft. We zitten nu op 3,1 kilometer. En ja, wat een heerlijk loopweertje weer. Prachtig jongens. Het is weer genieten volop. En de eerste hoef aan de weg loop. Nummertje 1, zelfs op de barst. En ja, vergeet even niet jongens, eventjes te abonneren. Like de video. Druk op het belletje, zodat je op je YouTube tijdlijn in ieder geval krijgt te zien wanneer er weer een nieuw filmpje online komt. Ja, het is nou weer iedere week lopen. Ik heb mij ingeschreven tot en met december voor allerlei loopjes. Meestal op de zaterdag heb ik de zondag nog eventjes over om te editen. Vergeet ook eventjes niet, onder in de beschrijving staat een linkje naar de merchandise. En ja, er zijn allemaal weer nieuwe dingen ingekomen. Ik heb een nieuw logootje moeten ontwikkelen voor YouTube. Want ja, ze vonden dat het YouTube logo wat ik gebruikte een beetje te veel op hun eigen logo leek. Dus dat mocht ik niet meer gebruiken. Dus nu ben ik zelf aan het knoeien geweest om een logootje te maken. Hopen dat dit wel goed gaat. Het staat in ieder geval in de shop. Het mag verkocht worden. Dus jongens, koop je raak. En dan hebben we ook nog de sponsor van de Bone Conducting Headphones. Je drukt die koptelefoon op je jukbeenderen. En ja, er komt geluid uit. Je hoort het. Maar je hoort ook de omgeving. En dat is hartstikke belangrijk natuurlijk als je aan het hardlopen bent. Dat de omgeving ook nog goed verstaanbaar is. Aan het einde van deze video zal ik hem even laten zien. De Runner Neo. Met het dingetje kan je zelfs onder water. En hij kan draadloos opladen. Nou, volgens mij krijgen we geen drinkpasje. Zowel zie je me nog even weer. Zo niet zie je me bij de finish. Jongens, ik zeg maar één ding. Yo, dol.
Thank you.
do what's best for me. I was such a hopeless fool. I just kept making the same mistakes, yeah. That was until I found you. Nou jongens, we zijn er alweer bijna. De 6 kilometer. Ik dacht het 6,5, maar het is ongeveer 6 kilometer geworden. En ik zie de finish alweer in mijn zicht. Bijna bij de finish, jongens. Nog een 50 meter.
En dan hebben we hem. De 6 kilometer hoef aan de wegloop 2023. En dan komt hij, jongens. Gehaald! Heerlijk! Zo, dat was hem dan. De 6 kilometer hoef aan de wegloop. En wij gaan nu naar de afsluiting. Dat was hem dan. De eerste run van het seizoen. De eerste hoeven aan de wegloop. Ik had nummertje 1. Alles is 1. Ja, het was weer een heerlijk loopje. Ja, je hebt ons mooi door het bos heen zien lopen. Het zag er echt geweldig uit. Ja, voor degene die hem nog wil gaan lopen. Je kan je inschrijven op svfriesland.nl. En je kan de tweede, derde, vierde, vijfde of zesde hoeven aan de wegloop gaan lopen. Deze komende weken gaan deze runs plaatsvinden. Ik heb de eerste gedaan en volgende week gaan we weer een andere run doen. Ik geloof dat wij volgende week de Bradelierloop gaan doen. Ik weet niet meer precies waar die is, maar dit wordt de 10 kilometer. En ja, ik hoop dat het een hele mooie run ook wordt. Ja, ik ben weer een beetje gewend. Terug van de vakantie. Jongens, kijk nog even dat leuke filmpje terug. Hier, Rosso's Travel Channel. En dan de video van Normandië. Hij was er leuk bekeken. Hij is al 400 keer bekeken. En ja, er zit humor in. Het is een beetje documentaire. Mooie droombeelden. Ik ben er zelf trots op. Nou, nu eventjes naar de sponsor. De sponsor is Naenka. Wij hebben hier van de sponsor gekregen de Naenka Runner Neo. Dit is een zogenoemde bone conducting hoofdtelefoon. Ik zal hem er even bij pakken. Deze hoofdtelefoon doe je niet in je oren, maar deze hoofdtelefoon doe je voor je oren. Kijk, nou zijn je oren nog vrij, zoals je kan zien. En je kan mooi rennen. En de mensen kunnen je ook nog eventjes horen. En dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Dit dingetje kan je ook nog opladen met een draadloze lader. En deze lader is draadloos, omdat hier totaal verder geen gaatjes in zitten. En je ermee onder water kan zwemmen. Prachtig is het toch? Naenka, hartstikke mooi. Je kan deze hoofdtelefoon van Naenka, de Runner Neo. De link staat in de beschrijving. Kan je met 15% korting kan je hem bestellen. Met de code, hieronder zie je hem, Rosso123. Dus ga naar de link, ga naar de beschrijving. Rosso123, hier beneden. En je kan hem met 15% korting aanschaffen. Prachtig toch? Genoeg met de sponsor. Jongens, even mezelf nog promoten. Vergeet het niet, jongens, eventjes abonneren. Like deze video. En druk op het belletje, zodat je alle video's in je inboxje krijgt van YouTube. Nou, het gaat weer gebeuren. Jampie heeft dorst. Wat er nu wel gaat gebeuren, is dat wij niet meer aan de alcohol gaan de komende weken. Want ik heb genoeg gehad met de vakantie. Dus wij gaan nu 0.0 biertjes reviewen. En hier hebben wij de Leffe Blond 0.0. Ik zal hem even laten zien. Kijkt u eens. Leffe Blond 0.0. Even kijken wat erin zit. Water, gerstemout, mais, gerst, suiker en hop. Nou, hartstikke lekker. Jongens, ik zeg hop hop, dorst. Wij gaan eens even proeven hoe dit kringetje smaakt. Ah, dit is toch ook een heerlijk biertje. Leffe Blond 0.0. Een beetje zoetig, een beetje vanillesmaakje. Subtiele toetsen van vanille en kruidnagel. Het staat er ook nog bij. Ik wou bijna net zeggen, volgens mij proef ik ook wel kruidnagel. Lekker man. Ja, hier kan ik het wel op doen. Dit is een heerlijk biertje. En wij gaan hier nog even lekker van genieten. De Leffe 0.0. Het is een aanrader, jongens. Ik zou hem in huis halen. Als er even niet gedronken kan worden. Qua alcohol dan. Jongens,
Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Ik zie jullie volgende week weer bij de Bradelierloop 2023. En ik zeg, geniet van het weekend, geniet van de week en geniet van het leven. Proost!